Yo vrienden, daar zijn we weer. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben een nieuwe serie bedacht en dat heet Uit de Comfortzone. En het idee van die serie dat is dat wij door artiesten worden uitgedaagd om dingen te doen die wij normaal gesproken niet zouden doen, om te kijken of wij uit onze muzikale comfortzone kunnen komen. Ja, nou dat. Moest ik wat voor jou overlaten? Ja, dat dacht ik. Ik praat weer te veel. We gaan kijken naar de opdracht van deze week. Yo, Robin en Bart. Ik heb een opdracht voor jullie, namelijk jullie gaan een track schrijven terwijl jullie lam zijn. Oftewel, jullie gaan lekker zuipen vandaag. Succes boys! Nou, ik ga je eerlijk zeggen, ik stond vanochtend op en ik had er totaal geen zin in. Ik heb er ook niet echt heel veel zin in, moet ik zeggen. Maar er zijn wel heel veel artiesten die volgens mij wel gewoon dronken hun liedjes schrijven. Ja, precies. Ze zijn er wel, dus misschien ben je wel creatiever als je dronken bent. Wij hebben dat nog nooit gedaan, dus we gaan het proberen. Wij gaan spelletjes spelen die jullie hebben ingestuurd. Drankspelletjes. Ja. En we gaan er gewoon zoveel spelen, totdat we de sweet spot hebben gevonden van dat we heel creatief zijn. En als het zover is, dan gaan we een liedje schrijven en kijken of het iets gaat worden en of dit misschien wel gewoon in onze comfortzone thuis past. Dan kunnen we het vaker gaan doen. Genoeg geluld! Suiker! Dames en heren, welkom bij de Drunk Olympics van Bart en Robin. We hebben vandaag twee contestants. B en R. Ik ben R. Dat is B. Nee, dat... Was dit een grap? Nee. Wat is dit? Ik deed het verkeerd. Ja, we gaan dus allemaal spelletjes doen die jullie hebben ingestuurd. Laten we gewoon beginnen met het eerste spel. Hoe werkt dit ook alweer? Er staan hier allemaal fruitdingetjes op. En Bart, we leggen om de beurt fruitdingetjes zo op. En als er 5 dezelfde fruitsoorten op tafel liggen, dan moet je op het belletje klikken. Oké. Okay. Go. Je moet sneller. Oh, moeten we tegelijk? Ja, ja. Ja, ik, wat denk je dat ik expres niet gelijk ga met jou ofzo? Zet jij mijn houder. En go. En go. En go. 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 Dat is niet goed. Ja, oh, dat heb ik ook niet uitgelegd. Volgens mij telt het dubbel. Ik zou gewoon lekker drinken. Ik heb 2 punten. Dus ik moet zuipen? Ja. Oké. Okay. Het allereerste spel is gewonnen door Robin. En nee! Door jou. Jezus. Ik ga het goed uitleggen. Het idee is, wij moeten dit flippen en dan vangen. Als het mij lukt, zet ik hem hierheen. En als het jou lukt, gaat hij weer naar mij toe. Wat een goed spel! Oké, het volgende spel, we blazen allebei een ballon op en we laten hem dan gaan en kijken wie het vers komt. Ja, heel simpel. Wauw! Als je dit idee trouwens leuk vindt van deze nieuwe serie, laat het dan even weten, want dan gaan we meer afleveringen maken. En als je het niet leuk vindt en verbeterpunten hebt, dan moet je het ook gewoon laten weten. Yes! Oh, godverdomme! Heb ik nou verloren? Nee, het ligt daar! Ja, hoor. Dus nou, ik moet in ieder geval verder komen. Ja, oké, doei! Ja, ja, dat is verder. Dat is verder. Geen leuk spel. Volgende spel, Kingzen. Toevallig van 2 vrienden van ons hebben dit gemaakt. Er staan dus allemaal opdrachten op die kaarten. Ja. Drink buddy. Kies iemand die gedurende het hele spel moet drinken wanneer jij moet drinken. Ja, dat gast. Oh, volgens mij moest ik drinken hiervoor. Oh, ik ook geloof ik. Ja! Ja! Ah, nee! Oh ja! Steen, papier, schaar. Ja, oké. Ik vind het goed. Ja! Ja! Oh kut! Nou, oké. Als de laatste kaart af is geblazen, dan verlies je. Voel jij je al creatief? Dat is niet het woord wat ik zou gebruiken. Drink responsibly. Moeten we daar nog iets over zeggen? Nee. Zo zielig, hè? Het is... wat is zielig? Het is 2 uur 's middags en wij hebben gewoon niet te drinken op straat te schreeuwen zo terwijl iedereen gewoon aan thuiswerk is. Alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Ik wil niet meer.
Nee. Het is echt aan alles van je te lezen. Wat we gaan doen, we gaan allebei 4 snorren uitknippen en we gaan die op de televisie plakken. Als er dan een poppetje komt, die precies zo uitkomt dat onze geknipte snor op zijn hoofd past, dan win je. Wow, die is mooi. Schiet nog niet op. Nee. Ik heb... Nee, dat telt niet. Dat... Nee. Oeh, dat soort dingen kunnen ook. Ja. Ja! Ja, dat is de jouwe nog wel, hè? Het is alweer de mijne! Ja. Dames en heren, het was een dag vol plezier en verteren. Maar we hebben uiteindelijk een winnaar genomen. We willen gaan u meenemen naar het klassement. Met 3 punten is hij er. Robin! Ja. Applausje, applausje, applausje. Yes. De winnaar. Het is op, zet dat ding nou eens zacht. Oké. Ja, ik heb gewonnen. Ja, met ja, heel veel punten. 14 punten. Het is tijd om een liedje te schrijven, denk ik. Ja, en we gaan nu dus kijken of onze creativiteit eruit kan komen en we echt een knijter van een hit gaan maken. Of gewoon ja, iets kuts. Iets kuts. Dat kan ook. Oké, een liedje dus. Jij zei gisteren al dat je al een idee had voor een onderwerp. Ja, ik had laatst een date. Ze was aan de ene kant wel leuk, maar aan de andere kant ook een beetje apart. En ik kon de vinger er niet op leggen wat dat nou precies was. Ze zei gewoon soms echt rare dingen en zo. En de date daarna dacht ik van ja, ik weet nou wel een beetje hoe je bent. En toen was ze weer compleet het tegenovergestelde. Ik snapte er helemaal niks van. En dat maakte het weer interessant. En dat vind ik een leuk onderwerp voor het liedje. Oké, dus het onderwerp, dat ging vrij lekker. En ik denk dat we daar wel iets mee kunnen, tot nu toe. Ik krijg een beetje zo'n soort van kleur van snelle ideeën. Ja, weet je wat ik heb? Ja. Van je bent nu rood, maar morgen ben je weer blauw. Je bent precies de tegenovergestelde kleur van die ik wil dat jij bent. Of van die ik had gedacht misschien. Ja, zoiets ja. De dronken demo. Goeie titel. Kom hier gillen, kom hier zwart. Dat is wel een leuke zin. Anders dan verwacht. Dus. Oké, Bart is even naar de wc. En ik merk dat het bij mij nog niet heel soepel gaat. Komt er niet helemaal uit of zo. Maar we zijn nu een uur bezig of zo. We hebben nog nou ja, eigenlijk niks. Het zou een slecht experiment zijn als we het nu zouden opgeven. Dus we gaan nog wel door. En wie weet gebeurt er nog iets magisch. En krijgen we er wel iets uit. Ik zeg eerlijk, ik heb er gewoon geen zin in. Ja, ik werk het aan je. Nou, gewoon een soort van, ja, ik heb er nu al iets leuks ding bedacht en zo. Maar ik heb gewoon het gevoel dat we al te lang mee bezig zijn. En ik heb er gewoon geen zin meer in. Maar het couplet is nu best vet aan het worden. Nou ja, we hebben één zin en een soort van melodie of zo. Bart zegt net, ah, ik voel het niet, ik heb geen zin meer in. Maar toch pakt hij even een nieuwe halve liter uit de koelkast. Ja, misschien is dat net wat ik nodig heb. Deze jongen heeft last van mood swings. Een minuut geleden was hij nog, chagrijnig. Als je maar eens nog je bier gaat. Oké, jongens, dit is een coupletje en een refreintje. We zijn er niet mega enthousiast over, maar we hebben zoiets van, fuck it, we doen het er gewoon mee. En we gaan het nu even opnemen met onze telefoon. En dan gaan we morgen gaan we terugluisteren en dan gaan we ons oordeel erover geven. Ik denk een antwoord reken, maar laten we het even wel afwachten. Ja. Goedemorgen, het is de volgende dag. Laten we naar onze hit gaan luisteren. Eerlijk gezegd weet ik helemaal niet meer hoe die gaat. Ik ben hem ook een beetje kwijt. En nogmaals, als je dit dus leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Daar help je ons heel erg mee. En zorg ervoor dat je abonneert. En dan komt de volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering online. Let's go! Dan ineens keihard, ze verandert met de dag. Is niet wat ik dacht, ze gaat van wit naar zwart. Ze is anders dan verwacht. Het is alsof ik haar niet ken. We tegen woorden geen gesprek. Kan niet met haar praten, maar kan het niet laten. Ik weet niet wat ik aan haar heb. Het is een liefdevol gevecht. We kunnen niet samen, maar kan het niet laten.
Ik word gek van al je kleuren, maar toch houden ze me vast. Net als ik je denk te kennen, dan verander jij je van. Ik ben gek op al je kleuren, zoals je. Oh ja. We pakken hem daar gewoon op. Okay. Ik ben gek op al je kleuren. Ik word gek van al je kleuren, maar toch houden ze me vast. Net als ik je denk te kennen, dan verander jij me vast. Ik ben gek op al je kleuren, zelfs je vindt en zelfs je zwaar. Net als ik je denk te kennen, dan ben je anders dan verwacht. Anders dan verwacht. Ja, zeg nou, het maar. Eerlijk, toen we gisteren klaar waren, dacht ik van, dit is helemaal niks geworden. En nu ik het luister, denk ik van ja, qua tekst, maar op zich qua melodieën zitten er wel geinig dingetjes in. Ja, wel oké. Okay. Ja. Misschien moeten we er nog een keertje nuchter naar kijken en nog een beetje aan schaven. Maar ondanks dat er wat goede dingetjes in het nummer zijn, werkte het toch niet zo goed voor mij. Ik zat echt helemaal in mijn eigen... Ja, we deden het niet samen. Nee. En ik blokkeerde ook, normaal gesproken zeg ik van alles en nu, het kwam er gewoon niet uit. Dus, moet het in de comfortzone? Nee. 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 Nou, dat is de conclusie van deze allereerste aflevering van deze nieuwe serie. Volgende week dus een nieuwe en hopelijk vinden jullie het leuk en anders niet en dan kappen we ermee. Ja, zo simpel is het ook weer. Ja. Maar bedankt voor het kijken en tot volgende week met een nieuwe uit de comfortzone. Doei! Doei!